Als jullie Meppel in één woord moeten omschrijven, wat is het dan? Bruisend. Bruisend. Ja, nou, ik vind het op zich wel... Dat is één woord. Oh, één woord. Gezellig. Gezellig. Ja. Nou, alleen maar lof over Meppel. Ik ben vandaag onderweg naar het zuidwestelijke puntje van Drenthe. Naar een stad die rijk werd met de handel in turf. En daardoor schijnbaar allerlei mooie grachten en pakhuizen heeft. Ik reis naar de stad van de muggenspuiters. En dat kan er natuurlijk maar eentje zijn. Meppel! Wat valt hier allemaal voor leuks te beleven? Dat gaan we eens even uitzoeken. Je woont nog niet zo lang in Meppel, toch? Nee, 2 jaar nu. Wat is je indruk? Ik vind Meppel heel gezellig. Meppel is voor mij echt een beetje tussen een stad en een dorp in. Dus mensen zeggen elkaar nog snel gedag. En de binnenstad is ook gewoon heel gezellig en heel mooi oud. Meppel is gewoon een hele leuke stad om naartoe te gaan. Leuk winkelcentrum, we hebben een hele fijne horeca. En Meppel is een aanrader om gezellig langs de grachten te lopen. Die grachten staan leuke oude huisjes. Wat zou u aanraden in Meppel? Ja, ik ben een watersportmens, dus ik hou graag van op of rondom het water zitten. En dan is Schiethoorn natuurlijk bij uitstek de plek om naartoe te gaan. Is dat gewoon te doen op de fiets? Ja, dat is in een kwartiertje, 20 minuten. Ik zou persoonlijk het Stedelijk Museum aanraden, dat vind ik wel een goeie. Het Stedelijk Museum zit hier? Ja. Wat is daar te zien? Kunstenaars uit de omgeving van Meppel vooral. Ah, lokale art. Ja, klopt. Ja. Ik vond zelf het Staphorst Bos heel erg leuk. Daar kun je op de fiets heen en met mooi weer is dat prima te doen. Heb jij nou ook een leuke aanrader voor Meppel? Drop hem dan hieronder in de comments. Wat ik vroeger altijd deed was met een groep vrienden naar Clouseau. Een klein kroegje net buiten het centrum. Ja, de beurs is heel leuk. Kerkplein is wel gezellig. De beurs? Dat is het bekendste café hier in Meppel. Mooi haventje. En daar is weer een heel leuk restaurant gevestigd. Sucade, ook aan te raden. Ja, dat is wel een chic restaurant. Maar ja, het is goed eten. Het drukkerijmuseum is het oudste museum in Meppel. Het gaat over hoe alles werd gedrukt met de krant, hoe het papier wordt gemaakt, ouderwets papier. U bent een Meppelermug. Geboren en getogen Meppelermug. Dat muggen, waar komt dat vandaan? Dat is een heel oud verhaal. Ooit eens een keer een enorme muggenzwerm rondom de kerktoren. Toenmalige slimme Meppelers dachten dat de kerktoren in brand stond. En daar is met veel poeha de brandweer op uitgerukt. En sindsdien heten we Meppelermuggen. En zo hebben we weer een leuk lijstje vol tips genoteerd. Ga er vooral zelf lekker een dagje op uit, zou ik zeggen. Wil je nou geen tip missen, abonneer je dan op dit kanaal. En dan zeg ik voor nu, groetjes uit Meppel. Doei!